De methode Vrieslab. Want het kan wel. Cliëntondersteuning. Vraag, aanbod, behoefte, financiering. Mededinging in de zorg. Vervoer, onderwijs. Zorg en sociale zaken. Case management. Zorg op maat. Keukentafelgesprek. PGB. Ontschotten en ontregelen. Van complex naar simpel. Of, kort gezegd, welkom bij Vrieslab. Sommige mensen krijgen te veel zorg. Anderen juist te weinig. Sommigen te vroeg, anderen te laat. Waarom krijgt niet iedereen wat hij echt nodig heeft? Deze vraag was 5 jaar geleden de aanleiding voor het ministerie van VWS om Vrieslab in het leven te roepen. Vrieslab moest knelpunten in de wet en regelgeving in de zorg onderzoeken en zo mogelijk oplossen. De komende 10 minuten presenteren wij de belangrijkste uitkomsten. Want in de zorg hoor je vaak, dat kan niet en dat mag niet. Vrieslab zegt, er kan veel meer dan je denkt. Het probleem zit niet alleen in de wet, maar ook in de eigen regels van organisaties en in het gedrag van individuen. Ontschotten werkt alleen als je de inhoud centraal stelt en parallel werkt aan een cultuurverandering. Vrieslab analyseerde de wet en regelgeving en bracht met haar modellen de discussie op gang. Zo zijn simpele oplossingen gevonden voor complexe problemen. Dat is de methode Vrieslab. Wat hebben we gedaan? 4 thema's leiden tot 19 projecten. Veel projecten leiden tot significante verhoging van ervaren kwaliteit van leven, sterkere regie van de klant en afname van de kosten. De projecten leiden tot modellen die nu landelijk gebruikt worden. De 3 belangrijkste modellen en werkwijzen zijn de mededingingsmonitor, om problemen met de mededingingswet bij ketensamenwerking te voorkomen. Modellen voor cliëntondersteuning en case management en gemeentelijke samenwerking bij ondersteuning op maat. Met als resultaat een totaalaanpak voor complexe veranderingsprocessen in zorg en welzijn. Deze komen terug in onze case en de voorbeelden. Een voorbeeld: onderwijs, zorg en sociale zaken. Een kind dat zich ontwikkelt denkt niet in domeinen. Maar zo is het nu wel geregeld. Je hebt een ministerie voor onderwijs, een ministerie voor VWS en een ministerie van sociale zaken. Je hebt zorgorganisaties, scholen en bijvoorbeeld het UWV. Voor de meeste kinderen werkt dat. 80% van de kinderen redt zich prima met de ondersteuning van hun ouders en school. 15% heeft complexe problemen en dus zorg en ondersteuning nodig. 5% heeft heel veel problemen. Kijken we niet van boven, maar van de zijkant naar de 3 cirkels, dan zien we 3 piramides. De toppen van de piramides raken elkaar niet, terwijl het dezelfde kinderen zijn in die top. Hier ontstaat een knelpunt. Zoals het nu is geregeld, krijgen scholen niet zomaar betaald voor het onderwijs dat zij bieden aan leerlingen die naast onderwijs ook nog intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben. Op hun zoektocht naar een oplossing worden deze kinderen van het kastje naar de muur gestuurd. Hierdoor vallen ze tussen het wal en het schip, met alle gevolgen van dien. Vrieslab ontwikkelde al eerder het model voor ondersteuning op maat. Dat ziet er zo uit. Op de horizontale as staat het aantal organisaties dat nodig is om iemand goed te ondersteunen. Op de verticale as de zorginhoudelijke complexiteit. Rechts zijn er veel organisaties betrokken om het kind te helpen. Links minder of zelfs maar 1. Dat noemen we residentiële jeugdzorg of intramurale ouderenzorg. Het model is immers breder te gebruiken dan alleen voor kinderen. Bij volwassenen kun je de zelfredzaamheidmatrix gebruiken op de verticale as. Maar kende u de 80-20-regel nog? Draaien we die kegel op zijn kop en plakken we die op de kwadranten, dan krijg je het volgende plaatje. Je kunt zien dat er veel minder mensen zijn die totale ondersteuning nodig hebben dan ondersteuningsvragen. In de ene gemeente wonen 2 jongeren met complexe problemen en in de andere 30. Gemeenten moeten dus samenwerken en onderling solidair zijn. Maar op welke schaal? Simpele zaken kan elke persoon in zijn eigen gemeente oplossen. Gemeenten kunnen organisaties vragen om vragen te beantwoorden van hun inwoners. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Consultatiebureau zijn hier een voorbeeld van. Wordt het lastiger en is het noodzakelijk dat mensen ondersteuning of hulp krijgen, dan moeten gemeenten samenwerken op regionaal niveau om deze ondersteuning goed te organiseren. Doe je dit als gemeente alleen, dan werk je op te kleine schaal om goede kwaliteit te bieden tegen een betaalbaar tarief. Voor 1 jongere een voorziening in stand houden is immers erg duur. Het gaat om samenwerking tussen gemeenten die elkaar makkelijk vinden. Er zijn al veel bestaande samenwerkingsverbanden. Wordt de zorginhoudelijke complexiteit nog hoger, dan moeten gemeenten op grotere schaal met elkaar samenwerken.
Zo kan door gemeenten op bovenregionaal niveau prima samengewerkt worden door hen samen zorg in te laten kopen voor kinderen met bijvoorbeeld ernstige problemen. Het ministerie van VWS heeft voor de jeugdzorg enkele organisaties aangewezen die zo specialistische zorg aanbieden dat het maar door enkele landelijk werkende organisaties geboden kan worden. Dus helemaal links in het model is het geregeld. Maar zo gauw er meer organisaties betrokken zijn, is er nog onduidelijkheid. Het puntje van de piramide zit in het plaatje mooi in het midden. Dat vraagt om een totaalaanpak. Een aanpak waarin binnen de piramide de goede dingen gebeuren, maar ook tussen de domeinen onderling. Onderzoek behoefte, vraag, aanbod, financiering. Iedereen heeft behoefte. Veel mensen kunnen hierin zelf voorzien, maar sommige mensen niet. Zij hebben hulp nodig. Dat kun je aan niemand vragen in je eigen omgeving. Als dit niet werkt of voldoende is, stel je een vraag. Dat kan een zorgvraag zijn of een hulpvraag. Er komt dan iemand bij je langs die kijkt wat je vraagt. Als je het niet zelf kunt regelen, worden vrijwilligers of professionals ingeschakeld. Welk aanbod is er dan? Je kunt kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Wie betaalt? Aanbieders worden betaald door anderen, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of gemeente. Maar in de praktijk werkt het andersom. Er is geld, dus er is aanbod. Dus als je een vraag stelt, wordt dat meteen met zorg opgelost. Naar de behoefte kijkt niemand meer. Op de overgangen tussen behoefte, vraag, aanbod en financiering zijn vele factoren van invloed. Sommige factoren leiden tot mechanismen die zichzelf versterken. Een voorbeeld daarvan is het blauwe vlies-effect. Uit verscheidene onderzoeken in de provincie Friesland blijkt dat wanneer iemands echte behoefte centraal staat, er heel andere vragen worden gesteld dan zorgvragen. Dat vereist een specifieke en neutrale vraagstelling en erkenning van het blauwe vlies-effect. Het feit dat iemand van een zorgorganisatie vraagt wat er nodig is, heeft het vrije denken van de klant al zo beïnvloed dat er vervolgens alleen maar een zorgvraag wordt gesteld. Dit wordt versterkt doordat de medewerker van zorg zijn beroep heeft gemaakt en werkt bij een zorgorganisatie met als doel zorg te leveren en die financieel gezond wil blijven. Pakt het altijd verkeerd uit? Wordt er stevast te veel zorg geboden? Nee. Ook hier geldt de 80-20-regel. Zo'n 80% van wat de mensen vragen is voorspelbaar en redelijk. Voor gemeenten is het van belang om het blauwe vlies-effect te herkennen en te erkennen. Zij zijn verantwoordelijk voor de compensatie van bepaalde behoeften. Gemeenten moeten zich bewust zijn van het feit dat er verschil is tussen vraag en behoefte. Om het blauwe vlies-effect te doorbreken is het van belang de vraagverheldering door een neutraal persoon te laten doen. Je begint bij de behoefte van de klant. Vervolgens kijk je met de professional naar de mogelijkheden. Dan doet zich vaak het blauwe vlies-effect voor. Aan de vraag om zorg wordt voldaan. De klant krijgt een zorgplan dat gaat over uren en activiteiten. Doelen en resultaten worden zelden gesteld. De opleiding van de verzorgende, de neiging om regels te volgen en protocollen spelen hierbij een belangrijke rol. Er vinden evaluatiegesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken plaats waaruit blijkt dat de klant de verzorgende aardig vindt en tevreden is. Zijn dit de goede indicatoren die recht doen aan het primair proces? Het zorgkantoor en de inspectie zien toe op de kwaliteit van zorg. Verantwoording vindt plaats op basis van incidenten en zorgorganisaties worden bestuurd op basis van productie. En dus zijn inspectie en financiers tevreden en blijft het systeem in stand. Dat noemen we de cirkel van tevredenheid. De drie komende decentralisaties bieden nieuwe kansen om het systeem te veranderen. Vanuit het domein van de jeugdzorg, vanuit het domein van arbeid en inkomen en de zorg voor mensen die voorheen een beroep deden op ondersteuning en begeleiding vanuit de AWBZ. Om deze cirkel te doorbreken moet je ingrijpen op de factoren die van invloed zijn op de relatie klant-professional. Overal in het land zijn goede voorbeelden die zich richten op vraagverheldering en het faciliteren van regie van de burger. Ook is een andere manier van organiseren nodig die inspeelt op de relatie professional-leidinggevende. Goede voorbeelden zijn zelfsturende teams en dat van de hoven. Ook de relatie financier-leidinggevende verandert. Nu gemeenten naast de zorgverzekeraar ook financier worden, betekent het dat er ruimte is voor nieuwe indicatoren. Gemeenten kunnen om concrete resultaten vragen en kunnen maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Goede voorbeelden zijn resultaatgerichte bekostiging en het integraal wijkbudget handen in één. Kortom, er zijn veel goede voorbeelden die zich hierop, dan wel hierop richten. Als je je richt op slechts één vakje, loop je elders in het proces vast. Voorbeeld, financiële interventie van alleen een wijkbudget
verandert het gedrag in omgaan met protocollen niet. Frieslab concludeert in dit onderzoek dat een complexe verandering alleen succesvol zal zijn als die is gericht op alle genoemde mechanismen. Pas dan krijgen de mensen wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Het gaat dus om een totaalaanpak. De elementen van die totaalaanpak hebben we beschreven en kunt u gratis downloaden van www.frieslab.nl. Pak het aan! Het werk van Frieslab zit erop. Per 1 maart dragen we alles over aan het ministerie van VWS. In de provincie Friesland wordt al jaren door een groot aantal organisaties bijgedragen aan de innovatie van zorg en ondersteuning. Frieslab is daar één van en werd in 2009 met steun van mijn voorganger gestart toen steeds vaker en luider te horen was dat het beleid niet meer goed aansloot bij de praktijk. Waar de nationale regels voor verbetering vatbaar waren, kreeg VWS in klare taal advies van Frieslab. Ik doe daar mijn voordeel mee bij onder andere de hervorming van de langdurige zorg. Frieslab houdt op 1 maart 2014 te bestaan. Uw werk zit erop, uw adviezen blijven. Onze modellen en kennis zorgen voor een goede houvast voor iedereen die hiermee aan de slag wil. Iedereen kan een voortrekker zijn. Wat een positieve energie en veranderkracht zit er in de zorg. We zijn trots op alle voortrekkers die tijd hebben vrijgemaakt om met ons hun ervaringen te delen, de discussie aan te gaan en die bereid waren om te werken aan structurele oplossingen. De methode Frieslab. Doe het samen en doe het in kleine stappen. Want het kan wel.